Hey, welkom bij deze screencast over de industriële revolutie en in het bijzonder de vraag, waarom Engeland? De industriële revolutie is een belangrijk gebeurtenis in de menselijke geschiedenis. Het heeft de samenleving, zoals we die kennen, volledig vormgegeven. De steden zijn gegroeid, de productie is op grote schaal gegaan, de prijzen zijn gekelderd, de verbinding met de rest van de wereld is beter geworden. Kapitalisme heeft een enorme impuls gekregen, maar ook het verhaal van globale vervuiling begint bij de industriële revolutie. En hoewel dat een belangrijk onderwerp is en dat op school ook veel behandeld wordt, en hoewel er ook gekeken wordt naar oorzaken en gevolgen, wordt zelden stilgestaan bij de vraag, waarom nou specifiek Engeland? Waarom niet China? Waarom niet India? Waarom niet Duitsland of Nederland? Dat is wat ik vandaag wil gaan doen. Als we kijken naar de oorzaken van de industriële revolutie, dan worden vaak de volgende dingen genoemd. Het begint dan met een agrarische revolutie. In Engeland werden er betere en andere landbouwtechnieken toegepast, waardoor de opbrengsten stegen. Die stijgende opbrengsten leidden tot een bevolkingsgroei. Want meer mensen hadden voedsel, mensen hoefden niet te sterven van de honger en dus de bevolking groeide. Die groeiende bevolking leidde tot een groeiende vraag van producten. Mensen moesten gevoed worden, mensen moesten gekleed worden, mensen wilden producten hebben. Die groeiende vraag in combinatie met goedkope steenkool, goedkope ijzer en veel kapitaal leidde ertoe dat innovatieve mensen, slimme, intelligente mensen, dingen uit gingen vinden die dat allemaal makkelijker maakten. En zie daar de industriële revolutie. En hoewel al deze dingen op zichzelf waar zijn, is het ook enigszins misleidend, want ook in andere delen van de wereld waren deze factoren aanwezig. En er zit ook een gevaar in deze manier van denken, namelijk dat er sprake zou zijn van Brits exceptionalisme. Het idee dat Engeland nou eenmaal beter was dan andere landen in de wereld. En dus is het belangrijk om sommige gebeurtenissen, en dat is iets wat de afgelopen jaren steeds meer gebeurt, vanuit een mondiaal perspectief te bekijken, vanuit ontwikkelingen die elders in de wereld plaatsvinden. Deze industriële revolutie kunnen we niet loszien van de zogenaamde Columbian Exchange. De Columbian Exchange was een uitwisseling van producten, goederen, mensen die op gang kwam na de ontdekking van Amerika door Columbus. Ook moeten we kijken naar de rol van Brits imperialisme. Op deze kaart zie je het Britse Rijk dat zich uitstrekte over de wereld. Alle landen die ooit door Engeland bezet zijn, zie je gekleurd. En tenslotte gaan we kijken naar de samenhang tussen al deze dingen. De Columbian Exchange kwam dus op gang nadat Columbus Amerika ontdekt had. En je zult er tegenin kunnen brengen, ja maar Amerika was al eerder ontdekt, ja de Vikingen waren er geweest. Hoe kun je iets ontdekken waarom mensen woonden? Dat klopt. Maar het belang van de ontdekking van Amerika kunnen we niet ontkennen als je ziet wat er na die tijd op gang komt. Als we ons focussen op het voedsel dat vanuit Amerika naar Europa komt en we kijken alleen naar wat rechts op die pijl staat, dan zien we daar aardappels, tomaten, mais en bonen. Deze vier dingen waren een ongelooflijke toevoeging aan het dieet van Europeanen. Het zorgde voor voedselzekerheid. In het vervolg hoefden Europeanen niet meer alleen te gokken op één voedselbron, namelijk graan, maar konden we ook aardappels gaan verbouwen, waarmee de kans toenam dat er een succesvolle oogst was. Dit leidde tot bevolkingsgroei en dit leidde tot die dingen die ik al eerder genoemd heb. Tegelijkertijd zien we ook dat door de ontdekking van Amerika daar enorme plantages worden ingericht. En die plantages leidden ertoe dat de Europese markt werd overspoeld met producten die anders te duur waren of bijna niet te verkrijgen waren. Dit leidde toe dat er een enorme kapitaalgroei was in Europa. Een kapitaalgroei die het ook mogelijk maakte om te gaan industrialiseren. Koloniaal gewin is dat de koloniën die Engeland had ervoor zorgden dat Engeland geld verdiende. Er waren goedkope grondstoffen te vinden, er waren producten te vinden die ze makkelijk konden verkopen op een steeds groter wordende wereldeconomie. En de koloniën vormden een afzetmarkt. Producten die zij maakten konden ze kwijt in hun koloniën. Al deze ontwikkelingen samen
leidde ertoe dat de lonen gingen stijgen in Engeland. Engeland kende echt aanzienlijk hogere lonen voor mensen dan de rest van Europa. Het enige land dat enigszins vergelijkbaar is Nederland, alleen dat was weer een totaal ander land qua samenstelling en qua van economie. En deze hoge lonen die leidden toe dat het lonend was om te innoveren. Kijk, een nieuwe uitvinding doen is niet goedkoop. Je moet heel veel tijd, moeite en energie steken in het ontwikkelen van een apparaat waarvan je niet eens zeker weet of het gaat werken. Normaal gesproken kan dit niet uit, maar als je te maken hebt met hoge lonen, dan weet je dat het op een gegeven moment wel uit kan. En dit is wat er gebeurde in Engeland. Er werden uitvindingen gedaan die het productieproces versnelden, vereenvoudigden en die zichzelf snel terugverdienden. In combinatie met onderwijs, het goede onderwijs dat er in Engeland was, zorgde er ook voor dat er een heel breed gedragen innovatiegolf op gang kwam. Een ander aspect dat al even genoemd is, wat niet per se vanzelfsprekend is, is de aanwezigheid van goedkope energie. Je kunt wel een stoommachine willen ontwikkelen, maar op het moment dat jij je kolen moet importeren uit andere delen van de wereld, dan is het alsnog heel duur en kan het eigenlijk niet uit. Kool was er volop te vinden in Engeland, net als de aanwezigheid van ijzer. Juist deze twee dingen, kool en ijzer, maakte het mogelijk om apparaten te ontwikkelen. Apparaten die nodig waren om de groeiende vraag van producten aan te kunnen. Nou, combinatie met producten uit het buitenland, in dit geval in combinatie met India's katoen. De Engelse katoenindustrie was helemaal niet zo heel groot. Totdat zij in staat waren om zelf katoen te gaan produceren, om zelf snelle katoen te gaan produceren, waardoor zij in staat waren om de prijs naar beneden te gooien. India was lange tijd wereldleider als het gaat om katoenproductie. Maar wat er gebeurde was dat Engeland goedkoop katoen uit India haalde, het in hun eigen fabrieken ging bewerken om vervolgens bewerkt katoen weer terug te transporteren naar India. En daar, aangezien het veel goedkoper was dan katoen dat in huisnijverheid werd gemaakt, verdiende Engeland er geld aan en werd de Indiase katoenindustrie de nek omgedraaid. Tegelijkertijd, vanwege de omvang van het Britse Rijk, leidde veel van deze toepassingen tot een enorme mobilisatie. De spoorlijnen komen niet uit het nieuws, uit het niets. Dit was een ontwikkeling die al eerder was gedaan bij het winnen van kool. Dus de stoomtrein en het stoomschip houden nauw verband met ijzerproductie en kolenproductie. En dat was dus niet toevallig dat juist in een land waar er een grote kolenproductie was, een grote ijzerproductie, dat er iets werd ontwikkeld als een stoomtrein. Het was eigenlijk het bij elkaar gooien van de onderdelen die er toch al waren. Er was een stoommachine, er was kool en er was staal. En het zorgde ervoor dat de afstanden binnen het enorme rijk ineens goed te bereizen waren. Stoomschepen maakten de reistijd tussen de verschillende delen van de wereld hakten ze in een derde of zelfs in sommige gevallen een vierde van de tijd die ze anders hadden moeten doen. De aanleg van het Suezkanaal zorgde ervoor dat de reis naar India niet 2 maanden meer duurde, maar 2 weken duurde. En dan komen we bij het laatste onderdeel, die globale integratie. Engeland had het voordeel dat ze eigenlijk al een globale economie waren. En al die factoren die bij hebben gedragen aan de ontwikkeling van die ontwikkeling van dat rijk hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van een wereldeconomie. Ze moesten eigenlijk wel. Een van de grootste problemen, uitdagingen waarvoor je komt te staan als je een groot gebied wilt controleren is domweg die afstand. Hoe kun je vanuit 1 centraal punt zo'n gebied controleren? En als jij daarbij dingen uitvindt die je kunt toepassen op het andere vlak van je rijk, dan doe je dat. En dus de vraag waarom nou juist Engeland is eigenlijk een samenloop van heel veel omstandigheden. Engeland was rijk, zeker, dat waren andere landen ook. Engeland had veel grondstoffen.
hadden andere landen ook. Maar juist de combinatie van heel veel van deze factoren, de aanwezigheid van kapitaal, de aanwezigheid van koloniën, de aanwezigheid van nieuw voedsel, de aanwezigheid van kolen en staal, al deze dingen bij elkaar zorgen ervoor dat juist in Engeland deze industrialisatie op gang kwam. En dus je kunt het niet loszien van ontwikkelingen die er elders in de wereld plaatsvonden.